Nou, het gebeurde weer. Je Intel NIC. Hier. The fuck. Blijft laden, blijft laden, blijft laden. Zie je hier? Blijft laden. Hele tijd. Ja, andere soort filmpje. Gaming benchmarks. En het blijft laden, 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 laden. En maar laden. Niks werk. Ja, Games Nexus. Nope. Wil niet eens laden. Ik zal wel even een speedtest doen. Oh ja, ik zit op wifi. Kijk maar. Die Fritzbox. 95 fiber. Dit is op wifi. Jongen, eerlijk waar. Wat een waardeloze shit. Echt. Pure moederbord. Pure moederbord dat gewoon... Ja. Gewoon crap. Zo'n troep. Hier, snelheid, alles werkt. Perfect. Ja, dan denken mensen, ah, dat is een processor. Ja, oké. Okay. Laten we het even testen. Hier, dit is wat ik heb gehad. Geen enkel probleem. Niks is te heet, niks is geen enkel probleem. Het is niet alleen getrotteld. Dit is gewoon standaard, hè. Het is gewoon standaard BIOS. Geen enkele WHEA-error. Als de processor niet werkt, krijg je altijd een WHEA-error. Altijd. Zie ik hier niet. Staat er niet tussen. Nou, en ik had trouwens hetzelfde, nu zit ik op wifi. Ik had hetzelfde op LAN. En één keer houdt het me op, mijn gamer slaat af. Ik word uitgelogd, Discord slaat af. En nou ja, dan moet ik er maar mee doen. Nou, dan gaan we even naar EventLog kijken. Kijk, ja, hier staat hij. Network link is disconnected. Dat betekent dus dat die LAN-poort gewoon uit is. Die staat gewoon uit. Ja, en dat heb ik niet gedaan, want ja, ik kan je wel even laten zien. Kijk, je zit hier niet te liegen dat dit gewoon troep is. Kijk hier, hier. Hoppakee, daar is hij. Power management, alles staat gewoon op goed. Flow control is allemaal disabled, dat hoef je niet aan. Speed duplex staat gewoon maximaal. Dat staat gewoon op internet website. Dat moet je gewoon op maximaal zetten. Dat maakt geen fuck uit. Sterker nog, ik kan er verder eigenlijk ook helemaal niks mee. Dus ze zeggen niet auto, maar je moet hem hierop zetten. Niks werkt. Helemaal niks. Nou, hartstikke bedankt man. Wat een troep.